Nou, op zich hoeven ze niet aangekleed, want hun vacht is prima. Alleen ze zijn zo laag bij de grond, dat als het vooral bij dooiende sneeuw, dan doe ik ze wel een jasje aan, omdat de buik dan heel koud wordt. Een pop-up store voor tackles, hoe kom je erop? Nou, we zijn 2 jaar geleden begonnen met onze webshop. En dat begon eigenlijk doordat wij voor onze eigen tackle op zoek waren naar een stoere jas. En we merkten dat er voor tackles nog heel weinig was. En zo zijn we eigenlijk begonnen. Ja, je komt zelf uit Deventer samen met je partner. En ja. Dan is de stap naar een winkel een kleine stap, of? Ja, eigenlijk wel. Ja, de webshop ging zo goed. Eigenlijk pas in december zijn we 2 jaar geopend. En ik werd eigenlijk letterlijk gebeld op een gegeven moment door mensen van... Goh, we zijn onderweg. En we willen graag een jas passen. Dat ik zei van, oh nee, maar we zijn een webshop, geen fysieke winkel. Maar toen zijn er wel wat belletjes gaan rinkelen inderdaad. Ja. Van, misschien moeten we toch maar eens fysiek wat gaan openen. En jullie hebben deze voor 2 maanden? Ja, klopt. Ja, 2 maanden. Je bent gisteren geopend. Ja. En hoe ging het? Ja, super. Het was lekker druk. Heel veel tackles binnen gehad. En ook heel veel enthousiaste reacties. Mensen die ook nog wel graag weer een keer terugkomen als er nieuwe spullen zijn. En superleuk. Dames, hoe leuk is dat, een tacklewinkel? Ja, ontzettend leuk. Ja, echt leuk. Het is de eerste in Nederland. Maar hoezo moet een tackle aangekleed? Nou, op zich hoeven ze niet aangekleed, want hun vacht is prima. Alleen ze zijn zo laag bij de grond, dat als het vooral bij dooiende sneeuw, dan doe ik ze wel een jasje aan, omdat de buik dan heel koud wordt. Ja. En dan kunnen ze echt onderkoeld raken. Dus ik kleed ze niet aan om aan te kleden, maar alleen echt als bescherming, omdat het dan echt te koud wordt. U zegt net tackle mensen, hoorde ik u in de winkel zeggen. Zijn ook wel gewoon, zijn gewoon tackle mensen. Ja. Wat zijn tackle mensen? Of je houdt van tackles of niet. Maar waarom houdt u van de tackles? Ja, ik vind dat eigenwijze heel leuk. Wij hadden thuis vroeger altijd tackles. Eerst terriers en later tackles. En ik hou daarvan dat ze gewoon hun eigen gang gaan. En als ze bedenken van ik wil nu op de bank. Ja, dan kan je een uur ze er vanaf houden en over een uur proberen ze het gewoon weer. Want dan hebben ze dat bedacht. Dat zit echt, als het in een tacklehoofdje zit, dan gebeurt het. En dan past zo'n winkel als dit er ook wel bij. Ja, dat is heel leuk. Als je van tackles houdt, vind je dus al die kleine tackle dingen ook heel leuk. En dat zie je ook vaak, want we hebben ook zo'n Facebookgroep van Ruwhaard Tackles. En dan zie je weer wat voorbij komen en dan is iedereen helemaal enthousiast. Dus we zagen dit ook in die groep voorbij komen. Het is niet zomaar een hond hebben, maar is het een way of life? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is misschien de manier om te zeggen. Ja. Ja. Hey, dit is nu een pop-up store. Ja. Ga je ermee door? Het hangt er wel een beetje vanaf. Vooral ook van, over lange termijn blijft het dan nog binnenstromen of is het nu echt in 2 maanden bij elkaar? Maar het zal wel een droom zijn om echt fulltime winkel te worden en misschien ook wel op meerdere plekken nog een winkel te openen. Ja, zeker.